Europarlementariër Karel Breeveld hoopt dat de regering, met name het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, MINOC, zal nagaan hoe de subsidiegelden worden besteed. Hij is er tegen dat overheidsgelden op een onjuiste manier worden uitgegeven en dat deze niet nagetrokken kunnen worden. Volgens Breeveld heeft onderwijsminister Lilian Ferrier ongenuanceerde uitspraken gedaan over de subsidie van 305 miljoen SRD aan de federatieinstellingen Bijzonder Onderwijs Suriname, FIBOS. De parlementariër is er voorstander van dat de minister en FIBOS met elkaar praten om tot een concrete oplossing te komen. U weet eigenlijk, VP en alle anderen die hier zijn, dat dit ding begonnen is doordat de president van de Republiek Suriname gezegd heeft: mensen, bij FIBOS, stop die ouderbijdrage. Wij gaan zorgen dat die zaken in orde komen. Dat is wat de president gezegd heeft. Ten tweede, wat er gezegd is, het geachte de heer Joos, ik wil hem het lid noemen, hij is geen lid, de heer Jozefzoon, die heeft verklaard dat alle scholen en alle gebouwen zullen worden aangepakt. En ik heb persoonlijk gevraagd in die discussie: geldt dat ook voor het bijzonder onderwijs? Ja, alles, alles. Ook het bijzonder onderwijs gaan we doen. Dat heb ik niet gezegd. Dat is gezegd door de heer Jozefzoon, die vanuit het kabinet onderwijs coördineert. Dus deze dingen zijn dingen die dan politiek dan gaan spelen, maar het zijn wel feitelijkheden. En ik denk, die feitelijkheden moeten we ook noemen. En dan, als die feitelijkheden niet kloppen, dan moeten we die corrigeren. En dan moeten we zorgen, oké, goed, dat zijn misplaatste opmerkingen geweest. Dat was niet de bedoeling. Of we wilden politiek, weet ik veel, wat ermee doen. En laten we dan nu dan gaan kijken hoe we het oplossen. Want uiteindelijk moeten we die oplossing vinden. En het gaat inderdaad om het kind. Onderwijsminister Ferrier zegt dat met betrekking tot de subsidiegelden zij zelf zaken heeft onderzocht. Veel klopte volgens de bewindsvrouwen niet. Volgens Ferrier heeft de FIBOS gevraagd de subsidie van 305 miljoen naar 403 miljoen te verhogen. Dus er is een verhoging van oktober van bijna 100 miljoen. En dat was voor de herziene beschoting. En ik heb dus gevraagd, ik zeg, waarvoor? Zijn er dan ineens zoveel kinderen bijgekomen? Zijn er zoveel leerkrachten bijgekomen? De stand van zaken met betrekking tot de leerlingen en de leerkrachten, de kwaliteit van de leerkrachten, die hebben we niet. Nogmaals, we betalen ook huur per lokaal, per kind. Lokaal huur per kind. En kijk waar die kinderen in moeten zitten. Dat soort zaken, de overheadkosten. We betalen de nietjes voor de RKBO en de EBG. Ik bedoel, en ik zal de laatste zijn om niet die partners aan te gaan. Dus ik vraag me af, meneer Breeveld, gaat u terug? Praat u met Stichting Onderwijs? Praat u met de directeur van EBG Onderwijs? Wat haar punt is voordat u hier mij komt beschuldigen en mij komt aanvallen. Ik ben zelf een EBG'er. Onderwijsminister Lilian Ferrier. Zij sprak gisteren tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandeling in het parlement. De bewindsvrouwen reageerden op een vraag van het lid Breeveld over de besteding van de subsidiegelden vanuit onderwijs.